Nou, het was net alsof de wereld in elkaar stort. En ja, ja, zo dacht ik ook, van mijn vader gaat dood. Ja, het begon. Hij had opeens had hij geen stem meer. Maar ja, het heeft heel lang geduurd. En toen in januari zei hij, weet je wat, ik ga even naar de huisarts. Toen bleek het geen polypen te zijn. Kwam de professor naar de operatie. Nou, ik heb slecht nieuws voor jullie. Ja, je hebt kanker. Dan ga je gelijk denken van, het komt niet meer goed. Een hele strottenhoofd met stembanden eruit. Maar voor die tijd had hij al gezegd, had hij in zijn achterhoofd, oh, ik hoop dat ik hier niet met een gat moet gaan lopen. Daarna zei hij tegen mij, weet je wat, nou als het zo moet, dan moet het zo gebeuren. Zei, als ik maar in leven blijf. Ik ben Esmeralda Poirier, ik ben getrouwd met Hubert Poirier. Ik ben Tairina en ik ben de dochter van Hubert. We zijn nu hechter geworden. Hij is meer, soms meer met mij bezig dan met hemzelf. Dat is Hubert.